Natuurlijk willen wij eh, allemaal vooruit. Misschien wel veranderen, aanpassen, eh, zolang er maar een verdienmodel is, zolang er maar zekerheid is van: eh, daar gaan we naartoe over 20, 30 jaar. Die stip op de horizon is voor ons zo belangrijk dat we maar weten waar we naartoe willen. En als er maar geld voor vrij komt, als, als er maar een verdienmodel is dat we kunnen blijven bestaan, bestaan ze recht, dan willen wij absoluut bewegen. Goedemiddag iedereen, welkom in Hotel de Wereld. Welkom bij dit programma Gedeelde Grond, de toekomst van onze landbouw. Waarin we het gaan hebben nou ja, eigenlijk over jullie prachtige regio, over jullie gebied. Um, ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn met elkaar. Ik bedoel, het is ook uh, maandagmiddag. Iedereen staat vast voor een drukke week. En ondertussen hebben jullie toch de tijd gevonden om hier te zijn. Terwijl we dit gesprek voeren, is er gewoon een realiteit elke dag waar we in zitten en waar we ons toe moeten verhouden. En ondertussen vindt iedereen. Vinden mensen in de politiek, in het bestuur, op het erf, uh, om het erf. van alles van de landbouw en hoe we dat gaan doen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Um, en daar gaan we het vandaag over hebben in een gebied. wat denk ik, nou ja, je kunt denk ik wel zeggen. hoef ik u niet te vertellen. dat alles wat speelt. komt hier ongeveer samen. En um, er worden veel gesprekken gevoerd. En mijn taak is, mijn naam is Tim Waagmakers, om ervoor te zorgen dat niet alleen het gesprek hier goed gevoerd wordt, maar dat u ook straks bij de borrel over uiterlijk twee uur denkt, ja, dat was nuttig dat ik daar was. Er is iets gezegd wat waar is, er is iets gezegd waar ik me toe kan verhouden. Um, en dat ga ik doen met de sprekers hier op het podium, maar hopelijk ook met u. Een andere reden waarom dat denk ik belangrijk is, is hè, hier in de Food Valley er zijn veel ambities, er is veel kennis aanwezig. Er zijn veel mensen die hier voorop willen lopen. En tegelijkertijd in de aanloop hier naartoe sprak ik best wel wat mensen die zeiden ja het gesprek is ook een beetje uh, stil komen te liggen soms dat is allemaal ook gebeurd natuurlijk binnen een context waarbij uh, deze zomer het kabinet uh, klapte het uh, concept landbouwakkoord uh, vervolgens van tafel gingen een, een akkoord dat ironisch genoeg in beweging heten maar waar dan nou ja, momenteel even wat minder beweging in lijkt te zitten um, maar dat heeft natuurlijk wel consequenties. Want uh, hey, als keuzes uitblijven, ondertussen nou ja, zitten velen van u gewoon in de realiteit. Dat er geboerd moet worden. Dat uh, de trekkers over akkers en velden gaan. En dat er gemolken wordt en uitgereden. En dat alles wat soms over de hoofden lijkt te gaan, ondertussen ook gewoon dagelijkse realiteit heeft. Dus daar gaan we het over hebben. Um, en ik, ik hoop dat we dat gaan doen zonder taboes of mooimakerij, maar gewoon een eerlijk gesprek met elkaar over deze regio en de uitdagingen die er zijn. Laten we dan uh, snel gaan beginnen en dan wil ik eerst nog iemand introduceren. Een warm applaus, Louise Vet. Uh, bijzonder hoogleraar Ecologie aan de Wageningen Universiteit, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Uh, en ook interessant, een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Deltaplan Biodiversiteit. Ook omdat je eigenlijk alle partijen aan tafel daar kreeg die zich uh, daarvoor willen inzetten. Van, uh, wat was het, boer tot supermarkt, waterschap ja, tot ja, bank. Nou, de hele maatschappelijke breedte. De hele eigenlijk. maatschappelijke breedte, ja. ja. Um, uh, toen uh, we je uitnodigden, zei je ja. Waarom vond jij het belangrijk om hier vandaag aanwezig te zijn? Nou, ik vind het altijd uh, heel bijzonder om, om die brede uh, coalitie uh, er gewoon te hebben als gesprekspartner. en. Heel vaak zijn de boeren er niet bij. Dit is verdomme, heel hard werk uh, op het land uh, ook. Ik vond het ontzettend belangrijk om dat nou eens hier te doen. Want ja. Food Valley is natuurlijk echt wel inderdaad zo'n ongelooflijk grondgebruikende. Zal ik maar zeggen, uh, ja, prachtig gebied waar je, ja. waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Uh, ja. dat het niet achteruit gaat. Maar waar ik ook heel veel potentie zie om ja. het vooruit te laten gaan. Ja. Maar als je het hebt over boeren erbij, dan horen we wel die mevrouw zeggen van ja, eigenlijk heel vaak wordt vergeten dat we primair voedsel produceren. Ja. Winstdeling werd al genoemd. Dat zijn natuurlijk dingen die ja. eigenlijk heel vaak, uh, hè, als het erover gaat, niet zo goed meegenomen nee. worden. Nee, bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, wat we, wat we zijn gestart, uh, daar willen we juist de boer als oplossing. Want in feite, die boeren, die, en dan gaat het trouwens niet alleen maar over agressief uh, uh, grond, maar het gaat eigenlijk over heel Nederland. Ja. He, dus eigenlijk alle grondgebruikers, zou ik maar zeggen. En, uh, en daar zien wij dus echt mogelijkheden om juist samen op te trekken, om vooral het verdienmodel van de boer te verbeteren. Ja, en dat kan, er moet natuurlijk heel veel voedsel geproduceerd worden. Aan de andere kant moet je het ook een beetje relativeren. Die, dat voedsel produceren kan je alleen maar doen als die planeet blijft draaien. Hm. Ja, als het een volhoudbaar systeem is. En, uh, en als ecologen zien wij ook ontzettend veel mogelijkheden om juist vanuit die kennis die we hebben. Hier in het Wageningen, uh, in de buurt van, van al die kennisinstituten. Uh, ook het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dat je zoveel kennis hebt over die bodem, et cetera. Waarin je dus die voedselproductie eigenlijk fantastisch kan bevorderen. Uh, uh, doordat je meer aan de preventieve voorkant gaat zitten. In plaats van dat je aan de achterkant je problemen gaat oplossen. Omdat je ze om, ge, gekregen ja. hebt, die problemen. Ja. Dus met andere woorden, uh, ik denk dat er heel veel mogelijk is met de boeren. Ja. En nou, laten we eens kijken wat er ja. allemaal leeft. We, we doen dat in een context, misschien toch goed om even te noemen... want hè, ondertussen worden allemaal toekomstvisies over de, ja. over de sector... over de hele breedte eigenlijk uitgestort. Dat zijn allemaal interessante visies. We hebben er een paar op een rijtje gezet. Je hebt de BOVI 2050 door Waterschap Verlei en Veluwe. Uh, de dijkgraaf komt straks ook nog het podium op. We hebben Nederland 2120. Ja. Uh, team Tim van Hattem. We hebben Food Valley 2050. U bent net allemaal binnengekomen over de klimaatonderlegger van Thomas Jansen... Ja. Uh, ja, waar je eigenlijk he, de, de bodem van het gebied ook goed in kaart ziet, uh, die heeft u ook allemaal bekeken. Wat is nou, als je al die visies, we gaan ze niet één voor één doorlopen, maar wel wat is nou hetgene wat echt re relevant is voor die dagelijkse realiteit van boeren daarin? Nou, ik denk alle visies laten zien dat uh, grond schaars is en dat we dus naar een multifunctioneel grondgebruik moeten. Ja. He, het kan niet meer zo zijn dat eigenlijk grond gebruikt wordt bijna voor één ding, want jeetje wat hebben we een uitdagingen. En die uitdagingen die moet je dus proberen te combineren. Om, om een voorbeeld te geven, uh, wat ook in alle visies zo'n beetje wel, wel staat. Dat is dat je juist natuur en landbouw heel goed kan combineren. Ja. Dat hebben we natuurlijk om een bepaalde reden van efficiëntie we weggehaald. Ja. Er gaan nog steeds weg. Terwijl we er ook uh, iets prachtigs van kunnen maken, wat ontzettend veel functies ja. heeft, voor die boer ook maar daar moet je maar wel voor betalen hè? Dus dan hebben we het ook helemaal uitgerekend dat een boer 20, 30 jaar lang daarvoor betaald moet worden. Dan word je dus ook betaald voor iets anders ook nog dan je productie van je eindproduct. Maar waar gaat het nou eigenlijk om bij boeren? Is dat je een financiële marge hebt waar je gewoon goed geld verdient. Dat kan ook doordat je minder aan de voorkant kosten hebt en produceren, maar waarbij je dus uiteindelijk een betere financiële marge ja. hebt. Nou, ja. Maar dan moet er wel betaald worden, net als dat je een weg aanlegt. Het is toch eigenlijk een soort nutsvoorziening. Je geeft iemand een opdracht om een weg aan te leggen. Die wordt ook nog eens onderhouden, maar dat doen we niet met het landschap. En daar moeten we dus publiek geld... In ja. En dat moet dus gewoon heel duidelijk zijn voor boeren. En dat wil maar niet van de grond komen. Ik vind. En waarom wil dat maar niet van de grond komen dan? Bij ja. wie landt dit dan niet? Nou ja, ik denk hier moeten we natuurlijk uh, de, uh, kijk, je hebt heel veel mooie bottom-up initiatieven. Maar het moet wel matchen met die top-down wet- en regelgeving, ja. die natuurlijk inspirerend en consistent moet zijn. En dat daar botst het wel eens mee. En dat verwacht ik ook van een Rijksoverheid. Ja. Ja. Dus, ja. dus ik denk dat, het, uh, dat we elkaar daar zeker, zeker kunnen vinden. Uh, als, we, als we daar allemaal met elkaar... En dan, dan heb ik het... Ook over allerlei politieke partijen. Want ik ben volledig apolitiek. Ik denk dat je net zo goed met een boer-burgerbeweging als met een VVD. Dit duidelijk kan maken. Ja. Dat hier Nederland mooier van wordt, dat de biodiversiteit er mooier wordt. Dat we klimaat, he, klimaatadaptatie, ja. klimaatmitigatie ermee kunnen doen. Dat we de boeren uh, meer, dat er meer water komt, dat er minder uitdroging komt. Dat er meer opvang van water komt, dat de bodem beter wordt. Nou, er zijn allerlei functies die je daarmee kan bereiken. Doe het, doe het nou gewoon. Ja. En ga trouwens niet wachten totdat het helemaal van bovenaf komt. En probeer ook zelf initiatieven te nemen, zeg ik ook tegen jonge boeren. Eh, want er is zoveel moois te doen eh, naast het produceren van voedsel. Um, waar ga jij op letten? Eigenlijk in dit gesprek. Want kijk, uh, ja. ik, 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 denk, ik denk dat eigenlijk bij iedereen die hier zit. Iedereen heeft heel vaak gesprekken gehoord, heeft heel vaak ondertussen al mensen gehoord over de toekomst van de landbouw. Uh, ongetwijfeld dat mensen denken, nou daar hebben we weer dit verhaal, daar hebben we weer dit verhaal. En toch proberen we dat iets verder te brengen. Nou, ik, ik ben echt ook wel nieuwsgierig naar de zaal. Uh, en zeker wat betreft um, barrières die er zijn, hè, om toch meer. Uh, aan andere dingen te gaan werken dan je ja. tot nu toe hebt gedaan. Want als al die visies wel iets laten zien, is dat het echt gaat veranderen. Ja. Ik vind die visie van 2120, en heb je het over 100 jaar, kom op, dat is eigenlijk nu al. Ja. Ja. En ik vind dus de visie van, van Food Valley 2050, daar zitten verschillende scenario's in. Het meest natuurinclusieve scenario is al lang gepasseerd station. Dus we moeten wel veranderen. En het is ook onwijs leuk om te veranderen. Mits je een goed verdienmodel hebt ja. als boer. Ja, nee, maar dan heeft het ook te maken met volgorde natuurlijk. Ja, en, en, en waar begin je dan? Ja. En waar loop je dan tegenaan? Ja. En dat hoop ik te horen. En dan zeker ook van de Rabobank. Alex zit ook bij mij in het bestuur van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Eerst namens de natuur, ja. natuur en nu eh, namens de Rabobank. Eh, en ik heb hem dus ook een ontzettende opdracht mogen geven van... zorg dat die mannen ja. in die kantoortjes bij die Rabobank eens een keer met andere regels gaan eh, gaan werken, ja. hè, zodat daar transitie mogelijk is. Er is een valley of death waar een hoop boeren doorheen moeten die biologisch willen worden of biologisch of zelfs nog natuur inclusiever. Ja, ja, ja. En dat moet opgelost worden. Is dat iets wat nou een van de barrières is? Ja, ja. Hè? En, en wat zijn dan de andere barrières? Kom op, laat laat het ons weten, want er is heel erg veel mogelijk. Het nou, is, ja, is een mooi bruggetje om het gesprek iets te verbreden. Dus dat wil ik graag doen. Ik heb daar wel één ding bij te, te zeggen. Bart lijkt het helaas niet te gaan redden, uh, nou, door, omdat, omdat hij dus momenteel druk bezig is met een kalf. Uh, dus uh, hij is er niet. Maar we hebben wel twee andere fantastische gasten die ik graag naar voren vraag: namelijk Erik van Dronkelaar en Alex Datema. Geef ze een warm applaus. Ja, want uh, nou ja, uh, er is nogal wat op het bord van de agrariër komen te liggen. Dat hoorden we ook al iemand zeggen. Hè. We moeten al die ambities altijd maar doen, terwijl we ook gewoon een primaire taak hebben, waar het soms wat weinig over gaat. Um, Erik van Dronkelaar, agrariër, kalverhouder in Nijkerk. Ja. Um, misschien even heel kort voor de mensen die jou nog niet kennen. Wat voor bedrijf heb je? Wat, uh, wat, wat doen jullie precies? Hoe ziet jullie bedrijf eruit? Ja, goedemorgen. Erik van Dronkelaar uit Nijkerk. Ik ben... Uh... Inmiddels 48 jaar, wij zitten in Nijkerk aan de, de bundschotenkant. Ik heb samen met mijn vrouw in 2003 het bedrijf overgenomen van mijn vader. Nogal pech gehad qua vogelpest in 2003. Waardoor ik uiteindelijk mijn varkens en kippen weggedaan heb. Ingeruild voor kalveren. Uiteindelijk zijn we nu zover dat we ruim 1800 kalveren, blankvleeskalveren hebben samen met mijn vrouw. Uh, drie dochters hebben we inmiddels gekregen. Die zijn iets minder geïnteresseerd in het bedrijf dan je zou willen. Helaas. <laughs> um, en in die hoedanigheid uh, ben ik hier gevraagd. En uh, daarnaast uh, proberen wij inderdaad nog wel wat uh, te verbreden. Met een, uh, een olifantsgras. We zijn 15 jaar van het gas af. Uh, zonnepanelen, We hebben marino-schapen voor de wol. Walnotenbomen gepoot. Voor de walnotenproductie. Dus uh, wij. Uh, Probeer nogal uh, wat dingen erbij te doen. Nou, tegelijkertijd uh, begreep ik ook wel dat je soms ook wel, bijvoorbeeld ook dat landbouwdebat was jij ja vorige week, uh, wat er was, dat je soms ook wel een beetje stoort aan nou ja, het beeld dat ontstaat rond de, noem het even plat gezegd, de gangbare boer. Uh, dat het toch wel heel erg snel is, uh, die boer doet het niet goed. We moeten het altijd op een andere manier doen. Hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat werd inderdaad in het debat nogal al duidelijk. Dus uh, gangbaar werd een beetje afgeschilderd als, als slecht. Dat is niet goed. Niet goed genoeg, in ieder geval. En dat werd ook in het debat. We jongens, we zijn uh, bij de beste vijf uh, van de wereld, horen we, qua landbouw, agrarisch, ja. veeteelt. Um, dus gangbaar is zeker niet slecht. Dus daar zijn wij alweer heel goed in, in, in dat voedsel produceren. En daar is niet, natuurlijk niet iedereen hiermee eens, begreep ik al. Maar daar zijn wij dus oh, wel, wel, wel op dat punt, zijn wij gewoon goed bezig. Dus gangbaar is zeker niet slecht. Ja. Daar zijn wij wel gewoon eigenlijk wel goed in. En op welk punt sta je nu met je bedrijf? Wat zijn de dilemma's die nu op, jou, uh, op jouw erf spelen? Uh, stikstof. Sinds uh, een jaar of een week of dertien is dat nu toch wel uh, aan de orde. Voor ons ook. Wij zitten uh, 17 kilometer bij de, bij de Veluwe vandaan. Dus wij hadden eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat wij piekbelaster zouden zijn. Nou, dat is dus de verruimte naar die 25 kilometer. Wij zijn nu ineens piekbelaster. Ga je anders naar je bedrijf kijken dan. Politiek gezien weet je dat je uh, aan de gang moet dus. Of ja. je gaat meedoen met stoppersregeling, innoveren, extensiveren, uh, inkrimpen, verplaatsen. Er zal waarschijnlijk wat moeten gebeuren. In die zin kijk je nu uh, heel anders naar je bedrijf. Ja, ja. daar gaan we zo Punt. nog wat, diep, wat dieper op in. Ik wil Alex ook even voorstellen. Alex Datema, uh, eigenlijk de afgelopen 35 jaar vooral melkveehouder. Uh, toen voorzitter Boeren Natuur en nu uh, directeur Food Agri bij de Rabobank. Misschien toch even... Uitleggen wat doe je precies bij de Rabobank hoe, 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 en hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? Dat is wel, uh, was in ieder geval niet iets wat ik bedacht had. En de belangrijkste reden is dat ik, dat ik geloof in een hele sterke en, uh, en goede landbouwsector in Nederland, dat die ook heel belangrijk is voor Nederland, maar dat die wel voor een deel op andere leest geschoeid is dan nu. Hm. Ja, dat is dat zeker. Wij produceren heel goed en heel veel voedsel, zullen we in de toekomst ook blijven doen, maar daar komen heel veel andere aspecten bij kijken. En ik denk dat dat kan leiden tot een hele mooie sector in de toekomst. Ja. Maar dat maakt ook wel dat we op verschillende plekken een aantal andere keuzes moeten maken. En ja, ik ben bij de Rabobank gaan werken, omdat ik op dat moment dacht dat dat misschien wel de plek ja. is waar, je, uh, waar ik daar het meeste invloed en impact op kan hebben. Ja. Erik, hoe luister jij daarnaar? Want eigenlijk als we dan het verhaal van Alex horen, dan hebben we het over omschakelen, dan hebben we het over dingen misschien anders gaan doen. Uh, terwijl jij in jouw bedrijf op dit moment, nou ja, volgens mij best wel, wel een moeilijke keuze aan het maken bent. Uh, zeker, zeker. Um, um, dilemma's waar je mee zit. Uh, anders naar je bedrijf kijken. Um, Natuurlijk willen wij eh, allemaal vooruit. Natuurlijk willen we naar de toekomst eh, misschien wel veranderen, aanpassen. Eh, zolang er maar een verdienmodel is, zolang er maar zekerheid is, van eh, daar gaan we naartoe. Over 20, 30 jaar. Die stip op de horizon is voor ons zo belangrijk dat we maar weten waar we naartoe willen. En als er maar geld voor vrijkomt, als, als er maar een verdienmodel is, dat we kunnen blijven bestaan. Het bestaansrecht. Dan willen wij absoluut bewegen. Dat, dat, dat is, dat is ja. geen, geen probleem. Dat willen wij allemaal. Dat, als je de, de boeren spreekt, iedereen wil dat wel. Maar dan moet er wel een verdienmodel zijn. Ja, want ondertussen, ik begreep dat jij ook overweegt om misschien te stoppen. Nou ja, um, die stoppersregeling die is in één keer actueel voor mij gekomen. Uh, dan uh, is er een, een, een modelletje dat je kunt uitrekenen. Van oké, okay, um, als ik mijn stallige afbreken, mijn dieren wegdoe, mijn vergunning in ga leveren, dan krijg ik dit, uh, dit bedrag daarvoor. Voor de een is dat uh, misschien een beetje aantrekkelijk. Voor de ander helemaal niet. Ik begrijp van vooral mensen die hun stallen helemaal verbouwd hebben. maar oudere stallen hebben. is het absoluut niet aantrekkelijk. Nee. Totaal niet. Dan kunnen ze in een huwletje in, in het dorp gaan zitten. zoals de een al tegen mij zei. Voor de andere kan het wat aantrekkelijker zijn. Die komen daar financieel misschien wel mee weg. Daarbij is het wel belangrijk wat komt daarna. Wat, wat, wat gaat de gemeente met mijn vergunning doen? Mag ik uh, een ander bedrijf beginnen? Mag ik uh, mijn sloopmeters misschien verkopen? Al zijn die prijzen nu wel aardig dalend. Of een rood voor rood. En daar is per provincie, per gemeente is daar verschil in. Daar zijn ze ook nog steeds niet over uit. wat ze daarmee gaan doen. Ja. En wat de exacte regels over zijn. De overheid heeft gezegd: je mag stapelen. Um, provincies en, en, en gemeentes uh, doen daar wel verschillend over. Ja, ja, dus dat maar dat is wel. Um, het uh, uh, Eventueel het uh, slagroom op de taart, zeg maar. Dat je uh, de beslissing, of de, de uiteindelijke handtekening kan gaan zetten van nu kan ik meedoen, want nou uh, spring ik er financieel mee uit. Ja. Maar in hoeverre is jouw overweging nu een gevolg van het feit dat uh, weet, beleid of banken of andere partijen misschien moeilijke beslissingen hebben uitgesteld? Een van de dingen die jij zegt, is toch ook wel onzekerheid in, ja. in, in, in beleid. In, in, in hoeverre is dat? Uh, kun je een voorbeeld geven waar, 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 waarvan je ziet van ja, weet je, kijk, dit is niet de richting waar ik op wil, maar als die onzekerheid blijft, dan zal ik toch die keuze um, misschien maken. O, nou ja, er wordt ontzettend veel gesproken over onze sector. De kalverse sector, die ligt wel onder een vergrootglas. Ja. Uh, op allerlei manieren. Er zijn, er zijn mensen die hebben gezegd we willen alleen maar met de Nederlandse melkvelderij, afhankelijk van zijn. Volgens mij zit die naast mij. <laughs> Um, dus, daar zal de, dus de import van kalveren is, is, een, is een, 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 best wel een issue voor ons. Nou, ik heb eigenlijk met mijn vrouw altijd gezegd: als ik één ding niet wil, is het een luchtwasser op mijn stallen. Dat, dat zie ik gewoon niet zitten, nee. dat zie ik gewoon nee. niet gebeuren. Maar dat is op het moment wel het enige waar, als kalversector. Waar je mee mag reduceren, ja. die een RAFcode heeft voor ons. En dan is dat ook nog wel weer op het moment een, een, een probleem. Maar, maar, maar vind je dan, Alex of ik ben benieuwd aan hoe jij dan naar kijkt. Want wat, wat ik hierin hoor is eigenlijk dan. Hè, we sturen niet op uh, doelen, maar we sturen op middelen. Je merkt dat de kaalverhalderij onder de vergrootgras ligt. Hè, dat er heel veel discussie is. En dan als je naar de geluiden luistert in de politiek. dat je steeds meer mensen hoort zeggen. ja, moet de kaalverhalderij niet afgestemd zijn. op de omvang van de melkverhalderij. En daarmee zeg ik niet dat dat de wens of de drang is van de Rabobank... maar dat is wel het geluid wat je hoort. En dat je vanuit zo'n perspectief ook na moet denken als je kijkt naar de toekomst van de kalverhouderij. En dat de kalverhouderij zal krimpen, daar zijn we inderdaad wel van overtuigd. Maar dat heeft nog wel meer oorzaken. Dus er gaan dingen veranderen. Uh, dat voelt ook iedereen wel. Maar de grote moeilijkheid van dit moment is dat je de goede afweging op bedrijfsniveau niet kunt maken. Omdat je wel weet waar het grootste modo heen gaat. Maar je weet niet wat jouw impact en invloed daarop is. En er werd net even iets genoemd over uh, moeten we niet van uh, depositiebeleid naar emissiebeleid. Nou, dat is precies wat we doen. Hè. We hebben wetgeving voor depositiebeleid. Daar kun je als individuele boer kun je daar helemaal niks mee. Uh, dus wat we nodig hebben in het beleid is de scherpte van: oh, dit is het doel op lange termijn. Maar dit zijn de dit zijn de doelen waar je als individuele boer aan moet voldoen om daarbij in de buurt te komen, zodat we als sector de landelijke doelen halen. En zolang het niet lukt zeg maar, om dat plaatje compleet te maken, en ik vond de, de uitleg die Erik net gaf, zeg maar, wat betekent dat nou voor mijn bedrijf? Hè? Ik moet een keuze maken, ik ben piekbelast, daar ben ik door een dekking gekomen, er is een stoppasregeling. Maar de serieuze afweging die Erik zou moeten maken, ik wil eigenlijk ook niet stoppen. Wat, wat heb ik nog meer voor keuzes? Ja, die meer keuzes, daar hebben we allemaal gevoel bij. Maar ze liggen niet voor het oprapen. En ze zijn niet scherp en concreet genoeg. En dat is het grote dilemma van nu. En dat leidt ertoe dat heel veel boeren uh, afwachten met investeren. Ja. En dat ja. zien we letterlijk terug. Ja. Ja. Hoe laat jij naar, nou, Louise? Want jij vroeg je af hè, welke barrières zie je? Hier zie je toch een barrière in de zin van ja. niet, het, niet in de situatie zitten dat je denkt een eerlijke keuze te kunnen maken. Ja. Nou ja, eigenlijk, Alex, je hebt het prima verwoord. Het is natuurlijk ook een, 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 laat ik maar zeggen, een ontzettend complexe situatie waar we in verkeren. Daarom vind ik het zo belangrijk om eigenlijk die toekomst nog eens eventjes beter te schetsen. Ik zit, nou, dat zat Alex trouwens ook eerder nog in, in het investerings bij het investeringsfonds duurzame landbouw. Kijk daar nou eens een keer naar. Het ideaal. Het wordt ook wel het omschakelfonds van boeren genoemd. Het investeringsfonds duurzame landbouw, dat is dus een, vanaf het, van het groen fonds. En daar kan je als boer een lening krijgen, een hele gunstige lening, met nog, nog niet ja. afbetalen en, en lage rente. Maar dan moet je wel, dan gaat het niet alleen maar om stikstofreductie, dat moet sowieso. Maar het gaat ook om een heleboel andere categorieën die, waar je aan moet voldoen hè, om een visie te hebben op, op een, dat het een integrale omschakeling is. Dan heb je het over CO2, je hebt het over uh, waterkwa nitraatuitspoeling, waterkwaliteit... je hebt het over uh, biodiversiteit, je hebt het over waar komt je veevoer vandaan... is dat wel circulair, je hebt het over biodiversiteitsherstel op je akkers. Je hebt het, dus al die dingen, daar kijkt een expertteam na, naar... om te kijken of je daar die lening voor kan krijgen... En een heleboel boeren hebben er al gebruik van gemaakt. En het wordt nu ook, we hebben het als anderhalf jaar pilot gedraaid, maar nu wordt het echt structureel. Erik, een korte ja. reactie misschien? Ja, um, ik denk dat dat wel heel veel, uh, als ze dit horen, denken: oké, okay, er zijn dus echt wel mogelijkheden. Maar um, voor ons gevoel, misschien wel zien wij door het uh, bomenbos de de bos niet, niet meer. Zo van: ja, dit zou mogelijk. Ja, maar um, wij hebben ook niet het gevoel dat wij namelijk heel verkeerd bezig zijn. Ja. En dat, ik denk dat dat wel echt wel speelt bij heel veel mensen. Hoe, ja. zo, wat doen wij nou zo verkeerd? Ja. Zit hier een meneer ook al heel lang een beetje onrustig op zijn stoel? Ik ja, ben net de overheid. Dat ja. ja. Dat klopt. Uh, mijn naam is Herman Pieter Pieter Prangsma, ik ben vleeshouder en akkerbouwer hier in de gemeente Ede. Um, in eerste instantie wilde ik inhaken even op Louise Vet dat je een goede voorzet gaf met het uh, groenfonds, Louise. Dat mensen zoals Erik, ik ben er ook een en velen met mij in de zaal, denken van nou, ik ga dat doen, maar dan heb ik. Dan wel het boterbriefje waar ik ofwel mee naar de lokale overheid ga of naar een landelijke overheid. Van, heb ik dan in ieder geval de garantie dat je me de komende tien jaar nog even verder begeleidt? Dat je nog geen duidelijkheid kunt geven over waar we over twintig jaar staan in de huidige stikstofdiscussie. Dat is begrijpelijk, maar denk en werk met mij mee. Beschouw mij als dusdanig. Uh, dat ik uh, nu de gok ga wagen, Groenfonds aanvragen, want ik ga van 1800 ja. naar 600 kalveren. Je beschrijft eigenlijk het risico dat je een soort dubbele teleurstelling krijgt. Van op het moment dat je dan nou, denkt: Nou, uh, de, dat Groenfonds bijvoorbeeld, we gaan dat doen, maar zonder zo'n boterbriefje, dan raak je dubbel teleursteld. Ja. Omdat die, je dan bij het dan een loket aanvalt, loop je wel bij. En ja. Wat ja. is nou net dat laatste dat ja. we met elkaar dan. Uh, Mooie vraag. Ja. Het grote expertteam wat uh, kijkt naar die voorstellen die, die dus van boeren komen voor dat groenfonds, hebben we natuurlijk datzelfde probleem gehad. Dat wij het een geïntegreerde omschakeling vonden, zo, hè, dus echt toekomst naar de toekomst toe. Maar dat we op dat moment niet wisten, we weten wel ongeveer hoe, hoe ver ze van Natura 2000 af zitten of zo, maar in, dat is geen boterbriefje. Wij, wij konden alleen zeggen van ja, dat vinden we, maar de wet en regelgeving kan nog zo zijn. Dat het daar helemaal überhaupt niet meer kan. En laat dat ook even een realiteit zijn. Ik zat in de commissie Remkes. We hebben in ja. 2020 echt al gezegd dat er een enorme reductie moet zijn van die stikstof. Wij waren alleen even van de stikstof. Maar we hadden wel ook een visie dat het nu ook gaat om water. Dat het gaat om die klimaatadaptatie. Dat het gaat over ja. die ka de kaderrichtlijn water die we niet ja. halen. Dus, dus met andere woorden, er moet nu. Je kan wel zeggen, en daar ben ik helemaal mee eens, die, die hele innovatieve sector die altijd aan het veranderen is. Maar u bent wel met me eens dat we toch de laatste vijf jaar of wat dan ook hè, zien dat al die maatschappelijke uitdagingen verdorie bij elkaar komen. Iedereen voelt klimaatverandering ja. op dit moment. Ja. Aan zijn, aan zijn, jullie hebben allemaal problemen met droogte, je hebt allemaal problemen met overstromingen, je hebt allemaal... Problemen. Ik bedoel, die dingen komen wel even samen. Maar, maar, maar ondertussen die meneer hè, rond het groen dus geen dan. Boterbriefje. Ik kan Het Dus geen motorbriefje. Wij nee. kunnen dat niet geven. Nee. Dat moet van die wet en regelgeving komen. Die maar, hartstikke... kan een, maar, maar kan een bank daar een rol in spelen, Alex? Om, om misschien toch hè, daarin toch meer te begeleiden? Misschien, kijk, als het van de overheid niet komt. Uiteindelijk hè, gaat het ook om geld, om leningen. Daar speelt de bank natuurlijk een belangrijke rol in. We zijn nu bezig die commissie weer, uh, zeg maar, heel veel uh, dingen die door die commissie gingen, daar niet meer langs te laten gaan. Omdat we weer meer gevoel hebben bij wat wel en niet kan. Uh, en we willen kijken, hoe kunnen we nou tegen zoveel mogelijk mensen, en dat is de intentie van de Rabobank. Hè, en ik weet zeker dat er straks een boer gaat staan die zegt, maar ja, tegen mij hebben ze nee gezegd. Want dat weet ik ook. Maar de intentie van de Rabobank is vooral om te kijken van, wat moet er in een gebied gebeuren? Kan onderne deze ondernemer dat doen en kunnen wij helpen? Dus wij ja. proberen echt te kijken bij de goede investeringen op de goede plek met de juiste ondernemer. Kunnen we dan rentekorting geven? Kunnen we dan iets met de afschrijvingen doen? Uh, kunnen we uh, meer risico nemen? Zeg maar, om er te zorgen dat die Valley of death, wat al een keer genoemd is vandaag, dat, dat die ondernemer daar ja. doorheen komt. Misschien Erik, even tot slot. Wat is hetgene waarvan jij zegt. Van, nou ja, ik denk dat we hier toch, die hele systeemverandering, die, die hebben we niet morgen af. Maar hier kunnen we toch wel nou ja, misschien elkaar vinden of een stap zetten. Als ik naar een, een supermarkt ga en ik kom me gelukkig niet zoveel. Maar er ligt een, een, een kogelbiefstuk uit, uh, uit Ierland of ja. uit, uit Zuid-Amerika. Nou ja, als we het over een footprint hebben, uh, lijkt mij toch. Dat het wel anders kan. Want ja. dan kunnen we toch wel lokaal, lokaal produceren. En um, ik denk ook dat de um, bank um, erg zoekt naar ondernemers met weinig risico. En dat gaat vaak niet samen ook niet met dit. Hm. Ze willen wel graag ondernemers. Ik ben niet zo heel lang geleden overgestapt naar, naar de Rabobank. En um, ze zoeken wel echt ondernemers, maar met weinig risico. En dat gaat niet altijd samen. Hm. Ja. Dat, dat gaat niet altijd. Nou, maar misschien dan toch nog tot slot, Alex. Uh, uh, daarin, dat, dat wilde ik eigenlijk net ook vragen. Hey, jij deed een, een, een oproep in die zin van: hè, als het vanuit de overheid niet komt, dan zullen we toch zelf een stap naar voren moeten zetten. Zie je dat ook gebeuren binnen de Dramok? Is er iets waarvan jullie zeggen: van, nou, wij, wij willen daar ook wel. Uh, wij, wij moeten daar ook nog stappen in zetten? Nou, ik zie dat die stappen gezet worden. Hè. Dat, wordt heel, dat wordt heel aan aangepakt. Uh trokken om dat te doen. Maar een bank is natuurlijk, bij uitstek is een bank iemand die geld van iemand krijgt zeg maar, ja. en daar probeert andere dingen mee te doen. Het risico ja. probeert in te schatten en probeert het risico buiten de deur te houden. Dat is eigenlijk de ja. essentie van bankieren, weet ik inmiddels. Ja. Uh, maar in deze wereld, als ik het zo hoor, is het, het risico niet meer niet, ja. buiten de, nee, de deur maar te houden. Deze, op dit moment, als wij zeggen, als de Rabobank, en dat zeggen, wij, wij willen de boeren helpen om, ja. om die veranderingen die noodzakelijk zijn de komende 15, 20 jaar, om die mee te maken en het bedrijf te ontwikkelen, dan moeten wij ook meer risico gaan nemen. Dat zit redelijk in die Proposities die wij, hè, die voor, die, die, wat we nu aan kunnen bieden aan boeren, daar zit letterlijk in dat we meer ja. risico gaan nemen. We kunnen niet waarmaken wat waar het ideaal kwam, hè, waar Louise waar over praat, dat investeringsfonds duurzame landbouw. Maar we proberen het wel te benaderen. We proberen ja. echt wel grote stappen te zetten dat we bijna dezelfde voorwaarden iets kunnen doen. En het voordeel wat wij hebben, vanuit ons eigen ideaal, noem ik het maar even, wij kunnen wel grondfinancieren. Wat de overheid niet mag hè, via het ideaal, mogen wij wel doen. Ja. Heel kort, Louise. Wat ik heel cruciaal vind voor de Rabobank... is dat ze dus heel goed kijkt of de. Financiering die ze wel doen, bijdraagt aan een systeemverandering. En dus niet alleen maar aan een end-of-pipe solution door een of andere uh, techniek, hè, die, die, waar het probleem eerst is gecreëerd, om het dan technisch op te lossen. Dat is ontzettend veel geld. Het is zeker niet de weg die de toekomst wordt. Uh, dus eigenlijk komt het dan weer op de rug van de boeren. Dus daar, daar, dat zou ik je echt willen meegeven. Het moet bijdragen aan die systeemverandering, want dat gaat een heleboel jaar kosten. En dat is heel belangrijk. Goed, we gaan deze ronde nu afsluiten. Ik wil heel graag danken. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Erik en Alex, geef ze een warm applaus. En roer je vooral uh, vanaf de eerste rij. Um, en dan wil ik heel graag naar voren vragen de dijkgraaf Vallei en Veluwe, Marijn Ornstein en de burgemeester van Barneveld, Jacco van der Tak. Geef ze een warm applaus. Ja, welkom. Misschien toch maar even, en dan begin ik met uh, burgemeester van der Tak... Barneveld, wat is nou hetgene waarvan u, uh, wat u het meest opviel? Kijk, ja, de opgave voor de Food Valley is groot. Als je kijkt naar het gebied Barneveld-Ede, hebben we het over zo'n 1100 piekbelasters. Uh, en dat is echt fors. Als je vergelijkt dat met andere provincies. Uh, in de provincie Zuid-Holland zijn er vier. In de provincie Noord-Brabant zijn er 265. Hm. Alleen al in de Gelderse Vallei 1100. Het laat zien dat er echt een grote opgave is. En ik denk ook dat we te werken hebben aan een goede balans tussen natuur en tussen een goede robuuste economische agrarische sector. Uh, dus de opgave is groot, uh, maar ik denk dat we dat alleen gaan doen als je dat verandervermogen, dat, dat eigenaarschap in de sector zelf aanspreekt. En ik vind ook dat we kennelijk onvoldoende leren in dit land, want het is niet voor het eerst dat we grote transities, grote veranderingen uh, hebben uh, gerealiseerd. Ik denk aan de fase na de Tweede Wereldoorlog, toen we waterleidingnetwerken, gasnetwerken ja. met elkaar hebben gerealiseerd. Wat in die tijd, in die context, een grote veranderingen kon. Maar we hebben het wel uh, weten te doen met elkaar. Dus we kunnen dit. Ja. Ik wil daarbij ook wel zeggen, het is ook belangrijk dat we die stap zetten met elkaar. Want een sterke agrarische sector in deze regio is nodig om enige schaal van die sector in de regio te houden. We hebben Wageningen Universiteit, we hebben heel veel... Doenerigheid, toepassing in het gebied rond Barneveld. Ja, een, een top landbouwcluster, duurzaam, dat moeten we ook echt in stand houden. En daar heb je ook enige schaal voor nodig om die verandering ja. te maken. Dus laten we met elkaar die beweging vooruit maken. Misschien een laatste vraag voordat ik naar Marijn ga. Hoe heeft u nog gekeken naar het concept landbouwakkoord? Nou, dat heb ik met veel belangstelling van een afstandje gevolgd. <laughs> en um, um, kijk, wat, wat daar volgens mij de kern van de discussie was, die ook wel eerder in het debat naar voren kwam, is. Er moeten wel centen zijn, bijvoorbeeld landschapsbeheer. Uh, en daar ook als uh, boer een rol in nemen is, is een heel goed idee. Maar zorg wel dat er lange termijn verdienmodellen bij komen kijken. zodat je die verandering ook daadwerkelijk kunt zetten ja, als ondernemer. Ja, ja. En ik denk dat op dat punt, uh, zo heb ik het me althans uh, laten vertellen. Uh, onvoldoende duidelijkheid was. Ja, dus feit is nu dat het er niet is. Uh, ik denk nog wel dat daar best wel ook een aantal goede ideeën op tafel hebben gelegen. die we zeker niet moeten weggooien. Ja, ja, ja. Marijn Ornstein, Dijkgraaf. Uh, hoe heeft u geluisterd naar het gesprek wat we net hadden? Ik vind dat er een ontzettend mooi en goed gesprek is geweest. En ik was ook uh, uh, onder de indruk van, uh, van de vragen die zijn gesteld. Uh, met name de mevrouw uit uh, De Veluwe. die uh, heel duidelijk oproep deed. Geef nou tijd, consistentie en geef duidelijkheid. En uh, dat werd ook bevestigd dat dat een van de belangrijkste dingen is. Um, uh, wat mij betreft wordt er echt terecht gekeken uh, naar de overheid... ...daar waar het gaat om, stel nou de kaders van hoe wij uh, verder moeten uh, met elkaar. Want die kaders die moeten echt van, van de overheid komen... ...en het is ons aller verantwoordelijkheid om, om die uh, issues met elkaar op te lossen. Um, een ander uh, item wat, uh, wat besproken is, is over die uh, schaarse ruimte... En, Um, uh, was het maar waar dat alles zou passen in ons, in ons uh, mooie land? Want ik denk helaas niet dat dat het geval nee. is. Water is van levensbelang: uh, van levensbelang voor ja. mensen, ja. dieren, landbouw, natuur. Um, en dat staat echt onder druk. En dat staat onder druk door. Uh, de, nou, de, de, we hebben de IPCC-rapporten gehad, we hebben net van het KNMI de nieuwe klimaatscenario's ja. gezien. Um, er is echt wat aan de hand met het klimaat en ons weer en de effect daarvan op ons land. Dat stelt ons voor een enorm grote uitdaging. En het is al vaker genoemd uh, vandaag water- en bodemsturend. Dat ja. uh, roepen we uh, niet voor niks al een hele lange tijd. En wij zijn in ieder geval ontzettend blij dat dat nu ook zijn weg heeft gevonden in het vorige regeerakkoord. Precies, in het vorige regeerakkoord, er is een, 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 een ontzettend goede uh, water- en bodemsturendbrief ja. uh, gekomen. Maar ja, en nu ook vanuit ons perspectief. en door. Ja, ja, ja. ja, ja. Jacco van der Tak. Ik hoorde u uh, uw pleidooi voor, voor kaders. en daar ben ik het zeer mee eens. He, dus ik geloof niet zo. Uh, in bijvoorbeeld weer een noodwetje. Om, om dingen dan maar weer even snel op te lossen. Daar hebben we nou precies zoveel problemen door gekregen de afgelopen ja. jaren. Uitstel. Dus uh, kaders moeten langetermijn duidelijkheid bieden. Maar kaders moeten wel met duskundigheid. en dus samen met de sector ontwikkeld worden. Uh, dus neem als sector ook zelf je regie. op het. Ontwikkelen van die kaders. En uh, ik hoop dat de overheid aan de andere kant ook investeert in deskundigheid van mensen Nou ja, Dat is natuurlijk een die van de, de dingen die kennen. genoemd werden. Hè. Ook de uitvoering is nogal exact. een ding voor bijvoorbeeld hoe je dan die kaders gaat invullen. En wie ja, komt er op het erf? En zeker. wat weet hij van. Ja, dus dat betekent dat wij op onze schaal en de gemeente Barnen wat hebben gezegd, samen met onze agrariërs proberen ja. stappen te zetten in de goede richting. Maar ja, ja, ja. Marijn? Uh, ja, het is altijd een beetje saai als je het eens bent met elkaar, maar op dat punt zou ik het nou, zeker eens zijn. Ja, ik ja, uh, ja, denk ja. dat het wel goed is. Ja, ja, ja. ja toch? Nee, dat is um, de, met name waar het gaat om, die, de, de, om de, de gezamenlijkheid. Want ik vind uh, niet dat het de overheid is die de, de, de regels of de kaders gaat afstorten over uh, de mensen, maar die dat in gezamenlijkheid bepaalt wat er nou uiteindelijk nodig is. Ja. Maar er zit wel een um, uh, uiteindelijk. Uh, worden de bestuurders en de politici gevraagd om het algemene belang te dienen, het collectieve ja. belang ja. te dienen. En uh, er zit een... Um, uh, de, de, zoals we hier allemaal zitten, of, uh, de, of u het nou bent, of ik het nou ben, of, of een, een buurman en buurvrouw, we hebben allemaal ook een individueel belang. Maar de, de vraag is, hoe zoek je nou te midden van die stapeling van individuele belangen op het moment dat je echt weet... Uh, dat daar iets uh, de, 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 uh, uh, geschipperd moet worden en gezorgd moet worden, ja. dat, dat er iets gelaten moet worden. Hoe kom je nou tot dat collectieve belang? Maar dan kom je wel op een spannend punt. Want aan de ene kant, hè, hoor ik de burgemeester ook zeggen, we willen eigenaarschap geven. Aan de andere kant hebben we een algemeen belang. En wat ik eigenlijk wel een beetje proef, is dat in het algemeen belang kunnen best wel veel partijen elkaar vinden. Maar vervolgens in de route daar naartoe lijkt het vast te lopen op één manier die dan toch van boven. Uh, naar beneden afdaalt, waarvan iemand die zegt: Ja, maar volgens mij kunnen we het veel meer op deze manier doen, moeten we het veel meer op die manier doen. Ja, maar... Die loopt vast, maar dat is juist hetgeen wat we willen voorkomen. Dan raakt bijvoorbeeld ook aan het punt van deskundigheid. Neem maar die stoppersregeling. Ja. ja, dan is de vraag of die stoppersregeling, dus met voldoende deskundigheid over wat die uitwerking, uh, wat, wat die voor consequenties heeft, of dat voldoende doordacht is. Ja. Dus, dus als je dan komt als overheid met regelingen, zorg ervoor dat die met deskundigheid gemaakt zijn, zodat ze ook. Uh, stimuleren, dat wil, wat je wil bereiken. Ja, die stoppersregeling, die doet dat volgens mij net niet. Nou, dat is denk ik het voordeel van een waterschap uh, en van een gemeente. Uh, Voet in de klei. Uh, wij zitten dicht op de praktijk, uh, dus wij kunnen zeker die signalen vanuit ook zeg maar de lokale uitvoering ja. uh, doorgeven in Den Haag. En ik vind dat we dat ook met enige assertiviteit moeten doen, zeker ook vanuit de voetvelli. Ja, 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 ja. Er was hier een vraag of uh, opmerking. Wij hebben altijd een groot intensief varkenshouderijbedrijf gehad en een koeienbedrijf in, in Schalkwijk. En de meeste biggen gingen trouwens naar Kootwijkenbroek, dus uh, dat is een, wel een goede link. Alleen toen werd heel Schalkwijk opgekocht door projectontwikkelaars. En toen zei de provincie Utrecht samen met de gemeente Houten, dat mag niet, dus wat doen wij? We gaan een agrarische stuurversterking in structuurvisies en in, in omgevingsvisies verwerken. En die boeren die nog bleven zitten, waaronder wij... Die werden uitgenodigd, uitnodigingsplanologie. Gaan jullie nu alsjeblieft wat doen? zodat jullie uh, dat gebied kunnen beheren en die, die, die grootschalige woningbouw uh, geen voet aan de grond krijgt. Nou. En wij, ik heb nog twee broers. Uh, Eén zit in de constructie, en de andere in de, de varkenshouderij. Weet je wat mm -hmm. we gaan doen? We gaan dat doen. Dus we hebben dat gebied met Peter in yeah. een plan omgezet in 2010. Natuur. En, en, en aangeboden aan de provincie en aan de gemeente. En in die provincie werkt samen met het waterschap. Stichtse Rijnlanden. En wat kom ik nou tot de conclusie? En ik merk het hier ook wel weer. Ik ben 17 projectleiders verder. Dat is, niet, dat is de realiteit. Het is geen verwijt aan de mensen die de nee, die... nee, nee van proces. Ja? Het is het proces. Ja? Ik kom langs me aan. Ja, die conclusie heb ik al eerder gemaakt, maar ik ga toch even voelen of dat nog echt zo is. Wij kunnen dit helemaal niet. Die vragen, die maatschappelijke vragen, kunnen wij niet, omdat wij niet beginnen. U roept net op, uh, uh, we moeten aan de gang. Ik pleit voor natuurverkaveling. Ik kom uit de tijd van de, van de ruilverkaveling. En dan ging je als boer, hoorde je van elkaar, dat is goed, dat moeten we doen. He, die, die, net als die, die, die melkveehouderij. Ik ging vroeger met, met clubs naar Groningen en Friesland, want daar zaten de vooruitstrevende koeboeren ja. die die Amerikaanse koeien importeerden toen. Mocht eigenlijk wel niet, met rietjes in Duitsland, daar ga ik niks over. Maar dus je zag het en je ging het doen. En mijn pleit is, ga nou gewoon, dat is ook voor het bestuurlijk Nederland, he, ook voor de waterschappen, durf het nou, ja, jullie durven het niet, want ik weet het. Doe het nou per plek, meidrecht, groen. Okay, ja, Goede oproep. Doe het ja. gewoon. Dat lokt hoop ik een reactie uit. Doe het gewoon. Ja. <laughs> ja daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dus, kijk, zonder risico geen innovatie. Ja. Hè? Dus, dus dat is eigenlijk altijd ja. zo. Maar dat snap ik mij toe. Maar, vanuit maar wat ja. ik wel belangrijk vind, leg het risico nou niet op die rug van die boer, maar laten we dat risico nou eens een keer proberen weg te halen. Dat ja. kan. Dat kan onder andere door banken, dat kan onder andere, ja. Ja, ik zal maar zeggen, door andere partijen uh, die ook hun verantwoordelijkheid hebben. Ja. Maar, maar we hebben uh, hier twee bestuurslagen zitten uh, de, en, en die worden toch ook wel aangesproken door die meneer. Um, die die, die ja, toch wel zegt, ja, we kunnen het blijkbaar niet, 17 projectleiders verder, um, wie wil hem eerst oppakken? Ja, ja ik, ik zit daar <laughs> net nog even iets anders in. Kijk, een burgemeester heeft de plicht tot optimisme. Ja, en uh, je ja. Ja, zit ook. ook aan het eind van de bijeenkomst, dus en dat lijkt me heel goed. Ik heb heel veel mensen mogen spreken vanuit allerlei pluimage. En uh, ik zie aan heel veel keukentafels mensen die wat willen, die wat kunnen. Ik heb er fiducie in, juist in dit gebied, dat we dit met elkaar kunnen.